Het is vrijdag inmiddels en gisteren heb ik heerlijk geshopt in Den Haag samen met mijn moeder. En we hebben de dag afgesloten op het terras zoals je hebt kunnen zien. Echt heerlijk. De eerste keer weer dat we op het terras kunnen zitten in 2018. Ik ben nog steeds in Amersfoort en ik ben vandaag aan het werk gewoon. Maar rond 5 uur ga ik de deur uit, want ik ga gezellig met Michael, mijn broer, naar de bioscoop. We gaan naar de film Red Sparrow. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar, omdat Jennifer Lawrence daarin speelt. En daar ben ik zelf nogal fan van. Dus dat gaan we doen en daarna gaan we een hapje eten. Dus daar heb ik heel veel zin in, maar ik ga eerst nog eventjes wat dingetjes afmaken voor werk. Meet my office of the day. Ik zit vandaag aan dit schattige kleine bureautje te werken. En ja, ik ga even verder. En dan ga ik me even opfrissen. Onderweg naar de bios. Het is lekker druk op de weg. Ik heb me 4:15 afgesproken, dus ik hoop dat ik op tijd ga komen. In Plein Amersfoort. We zijn er. Ik neem de lift. Oh nee, ik bedoel de... Oké, joh, die reclame duurt ook een 30 minuten of zo. Ben je hier nou wel eens geweest of niet? Nee. Nee? Ik ben toen met papa geweest. We zijn er klaar voor. Op deze plek. Ik kan de camera draaien. Wij zijn inmiddels bij de Burger King beland om een hamburger te eten. En we zitten hier op het Eemplein in Amersfoort. En we hebben echt onwijs leuk uitzicht. Ik weet niet of je dit kan zien. En we gaan hier dus eventjes gezond eten. En dan ga ik weer op huis aan. En terwijl je dus je hamburger hier opeet en je frietjes. Pippi ook mee, hè? Gaat Pippi ook mee? Gaat Pippi mee? Ja, hè? We hebben nog geen idee waarheen. Goedemorgen, het is zaterdag en wij gaan zo op pad, want ik ben uitgenodigd om het exclusieve Spring Fair bij te wonen in Baren. En dat ligt vlakbij Amersfoort, dus dat is, komt goed uit. En ik heb het hier over, de exclusive Spring Fair. En dat is ons paasweekend tip van dit weekend. Het ziet er zo uit, het filmpje staat er ook op. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben er nog nooit geweest. En ik mag ook wel mensen meenemen, dus dat vind ik natuurlijk heel gezellig. Waaronder mijn oud-tante, die is vandaag ook jarig. Dus we gaan haar verjaardag daar vieren en ik neem jullie mee. Ik heb trouwens aan vandaag deze nieuwe top die ik gekocht heb in Den Haag. Met lerenbroek en collages. Pip, kom. Pippi, ga mee in de auto. Kom, springen. Kom maar. Ja. Kom maar. Hij kan het wel hoor. Ja, maar hij doet het niet. Kom maar. Pip gelijk in de front seat. Hè? Let's go to Baren. Even tante Geri ophalen. En Pip heeft het al in de gaten. Waar is tante Geri dan? Hè? Is dat tante Geri? Is dat tante Geri? Goedemorgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Oeh, god, hij klimt helemaal. Ja, ja. Ja, 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 ja. Zo, 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 zo. Zo is het goed, hè? Zo is het goed. Kom, de deur moet dicht. Danielle.
Kijk eens even dan. De nieuwe XC40 staat hier ook. Van Volvo. Nice.